2021 zal een jaar worden waarin de economische effecten door corona voelbaar zullen zijn bij veel bedrijven in Flevoland. Het jaarplan van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland heeft daarom als thema groei in tijden van corona. Horizon heeft 3 taken. We bevorderen innovatie, we investeren in groeibedrijven en we stimuleren internationaal zaken doen. En bij alles wat we doen willen we een bijdrage leveren aan duurzame economische groei en aan een uniek en aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat. Horizon helpt Flevolandse MKB-bedrijven om hun groeiambities te realiseren. Onze accountmanagers hebben volgend jaar contact met minimaal 800 ondernemers. We ondersteunen hen met advies en proberen ze te verbinden aan een van de programma's van Horizon. We werken vraaggestuurd. De onderwerpen die we ophalen gebruiken we om events te organiseren. We zullen onze weg uit deze crisis moeten innoveren. In Flevoland focussen we daarbij op de agrofoodsector, de high-tech maakindustrie en de circulaire economie. We zetten extra business developers in om nog meer bedrijven te kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe business cases. De provincie heeft recent een coronanoodpakket aangekondigd. Hiermee gaat Horizon ons Corona Rebuild programma intensiveren. Bedrijven kunnen gebruik maken van onze subsidieregelingen voor het inhuren van externe experts of samenwerking met een kennisinstelling. We gaan op deze manier 140 Flevolandse MKB'ers ondersteunen met een groeivraag. Innovatieve bedrijven kunnen vaak moeilijk aan reguliere financiering komen. Horizon heeft een aantal investeringsfondsen waarmee we in 2021 meer dan 30 risicovolle, maar solide business cases met een maatschappelijke impact kunnen voorzien van financiering. In 2021 zal Horizon doorgaan met het uitvoeren van de corona-overbruggingslening in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zet Horizon in opdracht van datzelfde ministerie en de provincie Flevoland een nieuw investeringsfonds op, het Groeifonds. Hiermee komt nog eens een bedrag van ongeveer 20 miljoen ter beschikking. Bedrijven die willen groeien hebben vaak de wereld als afzetmarkt. Horizon wil hier in 2021 verder op inzetten door het aantrekken en laten groeien van minimaal 5 internationale bedrijven. Verder versterken we de relatie met 30 bestaande buitenlandse vestigingen in Flevoland en gaan we minimaal 125 bedrijven een stap verder helpen met hun exportplannen. Onze plannen voor 2021 zijn ambitieus, maar realistisch. Samen met onder andere de ondernemerskringen, de 6 gemeenten en de provincie zetten we onze schouders eronder.